kan de RDI nou helpen bij het verzilveren van de kansen van AI? Nou, wij doen dat onder andere in regulatory sandboxes. En daar kan het MKB, start-ups, bedrijven, ook overigens overheden, weet ik, met hun vragen terecht. Ik heb een AI, wat kan ik ermee in de toekomst? Kan ik dat toepassen in mijn product of in mijn dienst? En dan gaan wij samen met de autoriteit persoonsgegevens, samen met ook economische zaken en wij als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, ook meer voor die technische kant, gaan we kijken wat mogelijk is. En zo proberen we een innovatief, vriendelijk klimaat op het gebied van AI te creëren hier in Nederland.